Neem de escape chair van de wand en zet deze voor u neer, zodanig dat u de standaard met wieltjes kunt zien. Plaats uw voet op de onderste beugel. Houd de escape chair nu met beide handen boven aan de zijkanten van de hendel. U trekt de hendel nu omhoog, totdat u de veertjes hoort klikken. De uitschuifbare hendel zit nu vast. Trek de hoofdsteun naar beneden. De escape chair wordt aan de achterkant bijeengehouden door veiligheidsriemen. Deze veiligheidsriemen maakt u los door op de zijkanten van de gesp te drukken. Vervolgens trekt u een van de glijriemhouders naar u toe. Hierdoor zal de zitting uitklappen. Laat de evacuee instappen. Trek de stoel naar u toe tot aan het balanspunt. Nu pas haalt u uw voet van de onderste beugel af. Plaats uw voet op de standaard, net boven de kleine wieltjes en trek deze standaard naar achteren. Dit gaat gedeeltelijk automatisch door middel van de gasveer. De escape chair is nu helemaal uitgeklapt en klaar voor horizontaal transport. Maak de veiligheidsriem vast. Voor het comfortmodel klapt u de armleuningen naar beneden en de voetensteun uit. Houd de escape chair vast met uw handen aan de zijkant van de hendel en loop vervolgens naar het noodtrappenhuis. Bij het noodtrappenhuis nog voordat u bij de trap aankomt, klapt u de standaard met wieltjes naar binnen met uw voet. Breng de stoel in balans en rij op de grote wielen tot op de eerste treden van de trap. Met de handen nog aan de zijkant van de uitschuifbare hendel zet u de evacuatiestoel op de trap. Als de glijriemen de eerste treden raken, voelt u hoe de evacuatiestoel afremt. Zodra de stoel op twee treden rust, verplaats u uw handen van de zijkanten naar de bovenkant van de hendel. Vervolgens glijdt u verder, in dezelfde hoek als de trap. Houd uw handen naast elkaar en duw in de richting van uw voeten. Zo bepaalt u de snelheid. Bij een te snelle afdaling gebruikt u uw eigen gewicht als rem door met het gehele lichaam iets naar achteren te leunen. Tijdens de afdaling zijn uw handen altijd op de bovenkant van de hendel. Zodra de wielen weer op het bordes komen, dient u meteen te stoppen. Op dit punt van stoppen verplaatst u weer uw handen naar de zijkanten van de hendel. Breng de stoel in balans en rijdt met de grote wielen naar de volgende trap toe. Bij zeer steile trappen adviseren wij u om met twee hulpverleners te werken. Wanneer u op de begane grond aangekomen bent, brengt u de escape chair weer in balans en rijdt u een stukje op de grote wielen. Klap de standaard met gasveer uit en rij de evacuee naar de verzamelplaats. Nadat u de persoon uit de escape chair heeft geholpen, klapt u de standaard met wieltjes weer in door middel van het plaatsen van uw voet op de hiervoor bestemde pedaal. Doe dit niet met de hand. Zet uw voet op de onderste beugel. U kunt nu de escape chair laten rusten tegen uw knie. Hierdoor heeft u uw handen vrij. Breng nu met beide handen de hoofdsteun naar beneden. Duw de veren van de hendel gelijktijdig naar binnen. De beugel zakt nu vanzelf naar beneden. Plaats de veiligheidsriem aan beide kanten tussen de zitting en het frame naar achteren. Neem de uiteinden van deze riemen en trek deze naar u toe. De riemen brengt u vervolgens naar de achterkant van de escape chair en maakt deze hier vast. Sluit hierbij ook de glijriemhouders in.